klein rots in het noorden waar de horizon tot de hemel reikt. De universiteit bestaat exact, beste mensen, 410 jaar. En dat gaan we vieren. We gaan het vanavond over van alles hebben. We doen het in het Engels en in het Nederlands, want wetenschap houdt niet op bij de grenzen. Fascinerend, al die afdelingen in het UMCG. Ja, wij komen nog eens ergens. En juist als je ze allemaal afgaat, dan zie je de rode draad. En dan denk ik terug aan die inspirerende quote, aan de niet te missen opdracht die jij aan ons meegaf. Optimisme is een verantwoordelijkheid. If you walk like this, your head moves a little bit at every step, but your eyes move against it to keep your image stable. In our society, we have to look good to be respected. And looking good means different things in different circumstances, like giving a presentation, at work, at the gym, going on a date. Als je al die 30 miljoen cellen uit je lichaam achter elkaar legt, het DNA daarvan, dan is dat 60 miljard kilometer. Wat we zien is een witte band aan de hemel en dat vertelt ons dat de meeste sterren in ons stelsel in een schijf liggen. So his idea was to find a way to reduce the risk of rape by inducing an aversive smell to kill the erection, really. And with one finger movement, this smell can be released. I'm not going to do that here. 5 jaar geleden werd mijn voorganger, Siska Wijminga, benoemd tot de eerste vrouwelijke rector van de RUG. And as you can see in the movie, it's really building a three-dimensional map in real time. For instance, my robot can speak Gronings. Really? Vroeg Oin. Wat is het bekendste beeld van de staat Grun? Microscopisch kleine spiegeltjes zitten er op de vleugels van die vlinder met als doel om zo zichtbaar mogelijk te zijn voor een potentiële partner. 60 years ago, 100% of the diet in the region where I work was animal products. It seems as if the song is more popular now than it was back then, but that's simply because we changed how we define popular. Dus fouten maken is gewoon echt geweldig. Je probeert en dan werkt niet en dan ga je zoeken, maar hoe dan wel? En als dat dan lukt en het wordt zelfs nog beter, ja, dan ben je de wereld te rijk. Uiteindelijk, je weet het niet altijd, hè. Dus het kan zijn dat je daar naartoe moet en dat je daar uitkomt. En dan maak je ook gewoon fouten en van die fouten leer je heel veel. En dat is typisch wetenschap. Ik zeg tot over 5 jaar. Dank u wel!